Ja, goedemorgen. Hier vanuit het altijd zonnige Groningen. Nou ja, bij mij schijnt het zonnetje, het is altijd. Hé, hey, Fleur, wat gaan wij doen? We gaan trainen. Fleur, die had niet zoveel zin. Maar ja, je hebt zo'n hele nare vader die zegt gewoon, ja, als je geen zin hebt, moet je vooral gaan. Want dan maak je het verschil. Hè? Ja. Wat is er nou mooier dan een beetje energie in jezelf steken? Ik bedoel, als je al ergens energie in steekt vandaag, steek het in jezelf, mensen. Of niet, Fleur? Ja. Nou, oké, okay, mooi te zeggen. Nou, we gaan dus even trainen. Ik ben even de kaartverkoop aan het checken net, jongens. Hartstikke mooi. Ik ga een leuk feestje doen met mijn held. Als special guest. Ice. Tonano van de Mokro Mafia serie. Ik denk die fan, ik ben zo fan van de man. Ik denk die moet op mijn feest komen. En dat hebben wij dus even geregeld, hè. Kom je ook? Yes. Misschien, ja, je bent 14, ben je gek geworden of zo. Mensen, zij komt dus niet naar mijn feest. Jammer voor al die puberjongetjes. Fleur, die gaat nog niet naar feestjes. Toch, Fleur? Nee. En mocht je mijn dochter uit willen vragen, dan kom je eerst langs mij. Heel netjes. Dan zeg je, meneer Sosse, ik heb een vraag. Zou ik een keer met Fleur op stap mogen? En dan mag je van mij gerust een keertje naar de bioscoop. Ja, maar eerder niet. Ik wil eerst van de hand schudden en in de ogen kijken. Zo werkt het bij ons thuis. Dus dan weet je dat, Fleur. Als je uitgevraagd wordt, dan... Ja? Ja. Oké. Okay. Verder, mensen. We gaan even kaart knallen in de gym. Ja. We gaan even genieten van de storm. Het wordt toch weer een dagje chill en flex op de bank, denk ik. Of niet, Fleur? En we wensen jullie allemaal een fijne dag, deze dag. Kijk uit voor de wind. Ga niet naar buiten als het niet hoeft. Maar ja, ik vind persoonlijk, je kan niet een training laten schieten voor de storm. Dus neem dat risico gewoon. En je weet het, hè, mensen. Als ik het gezegd heb, dan kan je niet kapot. Want alles kan kapot boven mij. Oes, fijne dag, jongens.